Goedemiddag lieve mensen, welkom bij deze nieuwe leuke video, hoop ik. Voordat je begint, doe allemaal een blauwe duim omhoog, vergeet even niet te abonneren en druk op het belletje als je geen video meer wilt missen. Ik heb vandaag voor jullie mijn 10 favoriete producten van deze maand en vandaag heb ik 10 favoriete make-up producten, waaronder één haarproduct, maar die hoort er ook gewoon bij. Laat ik gewoon lekker meteen beginnen, want ik wil hem niet al te lang maken voor jullie. Ik heb dit mooie paletje van MUA. En ik zal hem even openmaken. Er zitten hele mooie kleuren in. Hoe vind ik zelf. En er zit ook een beetje glitters in. En dat is helemaal mijn ding. Die vind ik heel erg fijn. Die heb ik toen bij de Kruidvat gekocht. En ik gebruik hem bijna elke dag als ik make-up op doe. Ik doe nooit zo zwaar make-up, maar altijd maar een beetje. Maar toch is het leuk om dan glittertjes erin te hebben. Een mascara van Catrice. De Rock Couture of zo. Extreme Volume Mascara. 24 uur. Ja. Heel fijn. Niks over te zeggen. Hij klontert niet. Hij maakt geen spinnenpoten. En ik ben geen expert op het gebied van make-up. Maar het is altijd fijn als je mascara goed zit. Toch dames onder ons? Dan heb ik een lipstift van Essence. Hij lijkt zo knalrood. Maar ik heb hem nu op mijn lippen. Zoals jullie zien. En hij is een beetje transparant rood of zo, als ik het zo mag noemen. Dus helemaal niet zo fel. Dan heb ik hier een Essence Eye Pencil, een groene. En ik had hem eigenlijk net even op mijn hand gedaan, zodat jullie het konden zien. En heel fijn, ook bij Kruidvat gekocht. Dan een haarlak van Junior, een groene. Junior Hairspray 3-in-1. Blijft 24 uur zitten. En met lift volume. Heel fijn. Hartstikke goed product. Ik heb elke maand wel weer een andere, moet ik zeggen. Of ja, soms doe ik nog langer dan een maand met een haarlak. Maar deze is wel... Ja, die raad ik jullie zeker aan. Het gaat ook niet zo plakken, zeg maar. Ik heb nou sinds van de week mijn haar geknipt. Of laten knippen door de kapper. En heel stuk eraf. Maar deze haarlak werkt wel echt heel erg goed. Dan heb ik een parfum van Sunny. Zo heet die. Dit is een beetje de namaak van Jill Sanderson. En de echte, je merkt wel het verschil. Deze blijft ook niet zo lang hangen. Maar toch is het een favoriet, omdat ik hem gewoon heel erg lekker vind. En ik er heel erg lang mee doe. Dan een foundation van Catrice. De 24 uur Made to Stay Makeup. Zo heet die. Volgens mij verder geen naam. Alleen, ja, hij is mat. Heel fijn. Gaat je gezicht niet over glanzen. En hier heb ik heel veel plezier van. Doe ik eigenlijk best wel lang mee. Omdat ik maar een heel klein beetje gebruik. Dan heb ik hier een make-up kwast. Of in ieder geval een foundation kwast. Deze kant gebruik ik voor onder mijn ogen. En deze kant voor de rest. Echt heel fijn. Ja, bij de Action. Wat was die? 90 cent of zo. Maar toch komt hij elke dag weer terug. In mijn make-up tasje. Of hij zit er eigenlijk standaard in. Dus dat is wel fijn. Dan heb ik lightning drops. En ja, ik gebruik deze soms voor onder mijn ogen. Om de wallen weg te werken. En ook wel eens hier zo als highlighter. Je hebt maar heel weinig nodig. Maar heel fijn spul. Dan heb ik nog een eye pencil. Een zwarte. En deze heeft zo'n draaisysteem, zeg maar. En die vind ik heel fijn. Gewoon, daar kun je lang mee doen. Je hoeft niks te slijpen. Je moet er wel voorzichtig mee zijn. Niet hard drukken, anders druk je hem kapot. En als laatste heb ik hier Sien Micellair Water. En dit is al de tweede fles die ik gebruik. Deze heb ik gewoon bij de Lidl gekocht. En ja, die is eigenlijk net zo fijn als die van L'Oreal. En als alle andere micellair water. Hij is voor een droge huid. En die heb ik ook wel een beetje. Maar ja, super fijn. En dit is ook echt een aanrader. Dus dat waren mijn 10 favoriete producten van deze maand. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Net zoals ik in het begin van mijn video zei, vergeet zeker niet een duimpje omhoog te doen. Even te abonneren en op het belletje te drukken. En dan zie ik jullie bij een nieuwe video. Doeg!